Er is intussen afgetrapt. Ajax in de beproefde formatie van afgelopen dinsdagavond tegen Twente. Dit is Ruud Krol aan de bal. En Volendam mist helaas Keijer Molenaar. Dit is Arnesen die bal terugspeelt. Frank Kramer komt er op het betrekkelijk gladde veld niet aankomen. Arnesen, een praktisch uitverkocht huis. Scheidsrechter van Ettinghoven, veel sfeer. Dit is de boer, de man die Keijer Molenaar vervangt. Dick Helling met zijn paas. En hier heb je voor de eerste maal Tahamata en Frans Hoek, de doelman van Volendam, in uw beeld. Veel sfeer. Wat zou Volendam doen om die ene punt achterstand op Haarlem vandaag goed te gaan maken? Voorlopig kijken ze hier in de allereerste fase tegen een vrije schop aan. Van Ettinghoven zag dat voortreffelijk. Leiden vanavond soeverein, daar ziet u Ruud Krol met Frank Arnesen. Ruud Krol wil zelf buitenom. Krol zoekt het. En dan is het Arnesen die schiet en is Clark daar bijna op tijd bij Frans Hoek om die bal in de rebound in het net te stoppen. Lerby zag u koppen. Hij was niet geheel fit. Des te opmerkelijker het loopvermogen van deze man ook vanavond. Kramer is hier aangespeeld. Kramer van Volendam. Kramer nog steeds. Leuke schijnbeweging in huis. Op rechts komt Van Wensveen. Daar is de voorzet naar Schrijvers. Misschien houdt Jaap Jonk die bal. Dat doet hij in ieder geval. Beetje hoog, beetje ongecontroleerd. Verdediging bij Ajax klopt in die openingsfase. En dan is het daar buitenspel. Dat zagen we nog al eens van Volendam. Buitenspel was het voor Jan Plat. Kramer aan de bal. Passeert Eversen. Kramer zijn niet op snelheid. Zou binnen door kunnen gaan. Gaat er neer tegen de Krol. Ja, wel degelijk. Vrije schop voor Volendam. En het lijkt een uitzichtrijke positie die scheidsrechter van Ettinghoven daar aangeeft. U ziet zijn linkerhand de lucht in. Ten teken dat het een indirecte is. Een muurtje van vijf man. Piet Schrijvers bij zijn linkerdoelpaal voor u rechts. En de man die hem neemt is Dick Bond, de captain. Wat doet hij? Hij schuift hem terug op Plat. En dan komt die knal op de kruising. Dat is Plat. En dat was een schitterend moment in de 15e minuut. De grote mogelijkheid voor Volendam dat hier afgefloten wordt voor buitenspel. Aanvoerder Dick Bond in uw beeld. Dat was de grote mogelijkheid voor Jan Plat om in die 15e minuut Volendam, dat op dat moment redelijk voetbalde, aan een 1-0 voorsprong te helpen. Redelijk voetballend zeg ik, sterker gezegd bepaald niet voetballend als een degradant. Hier komt opnieuw Van Wensveen op, Plat is voor het doel, Plat moet zomaar gaan scoren zou je zeggen, dan is het topschrijvers. Die zijn grote lichaam er tussen plaatst en dan blijven we opnieuw op 0-0 staan. Ditmaal in de 19e minuut. Een knappe kans voor Plat. Evenals diezelfde kans die hij al had in de 15e minuut. Maar we blijven op 0-0 staan. Dit is Krol. Veel overzicht. Veel aan de bal. Daar is Lerby. Arnesen. Krol. Makkelijk schuivend. Krol met zijn paas. Lerby staat niet buiten spel en scoort. Lerby in de 31ste minuut op de rand van buitenspel, maar hij was het niet. U hebt hem in beeld. Hij vroeg al snel in de wedstrijd om gevangen te worden. Werd erin gehouden en scoort dan op deze manier. Knappe paas van Ruud Krol. Lerby in dubbel opzicht zijn hoofd gebruikend. Hoog kansloos. Ajax leidt met 0-1. Kon natuurlijk wat makkelijker voetballen. Deed dat ook. Zag opkomende mensen zoals hier. Er werd gewerkt, er was collectief. En Volendam had het moeilijk. Dit is Tjöla Ling. Geen broer van Krakeling, zoals P. Muren voor de wedstrijd zei. Goed gevonden, maar het is niet zo. Dit is Clark. Nummer 7. Met zijn voorzet. Daalt ver af. En dan de knal. Hoog en hard over. Het blijft voorlopig 0-1 voor Ajax. U ziet het. Een volgepakt huis. Er werd doorlopend gevraagd of men wat op wilde schuiven. De vraag was, zou een dubbeltje in casu Volendam het dan toch nog van een kwartje Ajax kunnen winnen? Wel, voorlopig wordt dit een hoekschop. Een korte hoekschop van Simon Tahamata. Die zelf positie kiest. Wil die bal terug hebben. Achterwaarts geschoven. Weer Krol. Dan zou er een uitval van Volendam kunnen komen. Maar er wordt niet goed aangesloten. Ajax domineert, beheerst. Daar is Lerby. Wie staan er voor het doel? Onder andere Ray Clark. Zou kunnen koppen, doet hij ook. 41ste minuut. Clark kopt Ajax naar 0-2. Dit is de herhaling. Opnieuw staat Ruud Krol aan de basis. Daar, met zijn paas op de vrijlopende Lerby.
Lebby brengt die bal goed onder controle met zijn linkervoeten voorzet. En dan Ray Clark, 41ste minuut, 0-2 voor Ajax. Dit zijn beelden, dames en heren, van de tweede helft. Beide teams in een ongewijzigde formatie. Zou Volendam terug kunnen komen? Dit is Guit. Eigenlijk een van de eerste malen dat hij in dit duel opkwam. Lerby. Wat een loopvermogen. Wat een sprintsnelheid. Tjölaling. Tegen het eind van de wedstrijd zou hij vervangen worden door Erkens. Bij Vlagen was hij grandioos. Tahamata. Ajax op weg naar een dubbel. Een dubbel die voor het laatst bereikt werd. Kijk naar het hakje van Tahamata in 72 in de gloriejaren. Dit is het schot op de voorzet van Clark. Noem het zoals u wilt. In ieder geval heeft Frans Hoek er erge moeite mee. Het zou een hoekschop worden die weinig opleverde. In 72 behaalde Ajax voor het laatst de dubbel. Dit is Guit. Komt op. Zou die bal terug willen hebben. Guit kiest positie. Daar krijgt hij die bal van Bond. Guit en dan gaat hij neer tegen Krol. Penalty, zegt scheidsrechter van Eckenhoven. Laat er geen twijfel over bestaan. Geef nog even met het been aan wat er gebeurde. Toegegeven, hij ging erg mooi neer. Maar het was wel een strafschop. En voor die strafschop gaat zich melden Dick de Boer, de man die Keijer Molenaar vervangt. Schrijvers kiest positie. We zijn in de vijfde minuut van de tweede helft. De vraag is of Volendam terug in de race zal kunnen komen. Eventjes de gebruikelijke tafereel van Schrijvers die protesteert. De aanloop van de Boer. Scoort hij of niet? Ja, wel degelijk. De stand is 2-1. Tahamata. Gaat de verkeerde kant op, zou je zeggen. Tahamata. Ajax controleerde onmiddellijk weer het spel. Vooral dat middenveld zag er vanavond voortreffelijk uit. Diepe paas op Lerby van Arnezen. Lerby heeft het moeilijk. Gaat om Frans Hoek heen. Van Wensveen corrigeert, maar corrigeert niet. En Lerby scoort. 3-1. Daar is de diepe paas van Arnezen. Lerby op sprintsnelheid. Van Wensveen tracht te corrigeren. Hoek is uitgespeeld, maar Van Wensveen komt te laat. En Ajax staat na 13 minuten in die tweede helft op 1-3. Simon Tahamata. Wat kan Volendam nog terugdoen? Tjölaling. Daar is een voorzet. Tahamata niet. Arnezen dan voorlangs. Arnezen voorlangs bij een 3-1 voorsprong. Dit zijn de laatste bewegende beelden uit dit duel. Wel, ik neem aan, dames en heren, dat we het kunnen wegnemen. Ajax won volledig verdiend. Grandioos voetballend ze nu en dan met 3-1. En wij spraken nog even met Cor Brom. Aftrap van NAC Feyenoord. Een wedstrijd die voor Feyenoord erg belangrijk is. Vandaar dat er vele duizenden Rotterdammers zijn meegereisd naar Breda. Een wat explosief sfeertje. De politie gaat ingrijpen op supporters die al de hele dag lastig zijn geweest in Breda en wat voor relletjes hebben gezorgd. Overigens, de wedstrijd belooft veel. NAC heeft zich voorgenomen om het wat te gaan doen aan de status van Feyenoord. Feyenoord speelt zonder Van der Lem, Pudding en Van Til, waardoor bijvoorbeeld Melis in de basisopstelling is opgenomen. Terwijl NAC speelt zonder Beuzenberg en Storm. Vandaar dat de 20-jarige Wanny van Gils als aanvaller zal debuteren bij NAC. Stadion is hier uitverkocht. Spanning is behoorlijk te snijden. Stafleu. Teruggebracht door Kleine. Kuwaars. Joren komt op en maakt hens van Michel van der Korput. En geen voordeelregel. Zag erg dreigend uit. Geurts gaf de vrije trap toen Van der Korput mistimede. En Joren leek te kunnen doorstomen. Vrijze en Kuwaars bij de bal. Wie? Vrijze stapt, Kuwaars terug. Het schot in de muur, trouwens buitenspel ook. Heeft Geurts juist gezien. Inworp van Kreine. Vrijzen met Stafleu bij zich. Vrijzen. Van de kop het mist. Spraars. Onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Een blunder bescheiden door de spanningen op en rond het veld van Michel van de Korput. Maar neven grote van Sprangers die van dichtbij in de handen schiet van Truiten. De hoge trap richting Peterson. Van Kellen mist. Peterson weggehaald.
Pedersen opnieuw. Twee kansen nu, één voor NAC, levensgroter, één voor Feyenoord. Wim Jansen. Misschien kan hij een beetje rust brengen in het spel van Feyenoord. Nu is er eigenlijk voor de eerste keer enigszins inschakeld in aanvallend opzicht. Jansen. Wilde ze bekende schaar uitvoeren, dat mislukt. Wijnstekers neemt over. Richting Melis. Notte. Stafleu. En een fout van de Korput opnieuw. En dan geen enkel van de Korput. Vrij trap voor NAC en van de Korput krijgt de gele kaart. Het is begrijpelijk omdat van de Korput hier toch een doelrijpe kans voor NAC ontneemt. Vrijsje ging er door na het foutje van de Korput en werd vervolgens neergelegd. Ik zei het reeds eerder, het is een vrij emotionele wedstrijd. Veel overtredingen, veel spanningen blijkbaar. Kreine kan er één schieten. Het schot van de rechtsachter van NAC, hier teruglopend, Ad Kreine. Kuwaars, Vrijsen. Kuwaars, Notte reageert niet adequaat. Daarna de ruimte voor Kuwaars. Het feitel. Knappe actie van Kuwaars, aangespeeld door Vrijsen. Ruimte kreeg hij van Notte en toen schoot hij met afstand en moest Treitel gestrekt. Jansen. Sliding van Kuwaars ontweken. Ook Neesels ontweken. Jansen. Van Kellis het mis. Melis. Notte. Wil zichzelf lanceren. Notte. De redding van Kelle. En dan gefloten door Geurts, omdat Peters daar de bal onder meer met zijn hand mee nam. En daar wat eigenlijk de hele avond op dreigde. Beetje onaangename. Erg veel Feyenoord supporters, erg veel oproerpolitie. Erg heet gebakerde stemming. En een wissel. Die is logisch. Harry Melis gaat eruit. Gebaard Gerard Meijer en Richard Burring komt erin. Melis die in de eerste fase van deze wedstrijd weinig goeds heeft kunnen doen. Burring die ziek was, maar toch doe je zich nu erbij wordt ingestuurd. Incidentje tussen Geurts en zijn grensrechter is omdat Richard Burring zich niet heeft gemeld. Althans, men is niet helemaal bekend met het feit welk rugnummer hij draagt. Of staat hij soms niet op het formulier, dat zou ook nog kunnen. Nee, blijkbaar niet. Burring moet eruit. Hij staat wel op mijn formulier, wat ik van de Feyenoordleiding heb gehad. Maar blijkbaar niet op het wedstrijdformulier. Dus komt nu, denk ik, Troost erin. Ja, Troost komt erin en Burring mag niet invallen. Vrijtrap wordt genomen door Joren. En is goed. Sprangers neemt verkeerd aan. Schort misschien van zijn eigen ruimte. Goedlaas. Bohorovic. Bohorovic. Sprangers. Van de Korput. Vreemde toneel in het stadgebied van Feyenoord, omdat de misverstanden al om groot zijn. Stafleu. Brart. Peters. Notte. Schiet zelf. Wijnstekers. Kuwaars. Sprangers. Goedlaas. Wim Jansen. Notte. Van de Korput. Jansen. Notte. Er is eindelijk een aardige opbouw van achteruit bij Feyenoord. Wim Jansen. Vervolg. Wijnstekers. Peterson is achterin vrij. Dat is Peterson. Uitstekende aanval van Feyenoord. Eindelijk, ik zei dat al, een kwartier voor tijd ruim. Rustig opgebouwd, goed gecombineerd. Ruimte gekozen. Uiteindelijk de paas op Peterson. De redding van Kelle. Inworp van Kuwaars. Bohorovic. Dirix. Neeskens. Met Peterson in de achtervolging. Opvallend die ruimte in de slotfase aan beide kanten. Paas de scherpe Sprangers. Stafleu. Mislukte trap van Peterson.
Kuwaars. Vrijsen, ook alweer met ruimte om aan te nemen en te demareren vanaf dat middenveld. Dat vrij kaal bij ligt. Vrijsen, goed. Krijnen. Goedlaas komt naar voren toe. Van de Korp even. Sprangers. Begonnen is ineens. Nee! Onvoorstelbaar wat er gebeurt eigenlijk. Begonnen is schoot ineens. Naar die doorkoopbal van Sprangers. Op de paal. In de handen van Eddie Treitel. En Treitel zegt dankjewel. Het had 1-0 van NAC kunnen en eigenlijk moeten zijn. Stafleu gaat eruit en Van Til komt erin. Stafleu die deze wedstrijd eigenlijk met een soort opwinding op het veld heeft gelopen. Die alles wel even goed voor hem was. Stafleu eruit, Van Til erin. Jezek. Gebaren dat er meer druk moet worden uitgeoefend. En ook meer waarschijnlijk flexibiliteit zal moeten zijn bij Feyenoord. Slotfase is ingegaan, dat is duidelijk. Van de Korput mag ook mee. En goed, Van de Korput. De kans. Ik heb naar buiten gedrongen. Dat was goed van Dieriks. Vandaar dat de kans weg was. Voor Michel van de Korput, die de bevelen van Jezek goed opvolgde. Budicic, kort. Krijnen. En Dieriks. De laatste 5 minuten van de wedstrijd zijn inmiddels ingegaan met een Dieriks die opkomt. Een 1-2 met Vrijzen maakt. Terwijl er wat Feyenoorders tegen elkaar aangelopen zijn blijkbaar achterin. Van de Korpen is 1 slachtoffer. Van Til komt. Overtreding van Kuwaars. Belangrijke vrije trap. Belangrijke vrije trap voor Feyenoord in de slotfase van de wedstrijd. Met iedereen eigenlijk in de doelmond voor Van Kelle. Van Dijnsen. En Van Kelle. Lastig omdat iemand voor zijn neus een stapje maakte. En die bal plotseling van achter de benen op hem afkwam. Notte. Van de Korput. Brart. Wijnstekers. De lange trap. En dan fluit Geurs af. En heeft Feyenoord 0-0 gelijk gespeeld in Breda tegen NAC. En daar mag Feyenoord eigenlijk nog heel erg blij mee zijn. Omdat... Fennings weer terug op Van den Berg. Een wedstrijd in die eerste 10 minuten waarin het aftasten van elkaars krachten nog centraal staat. Vooral komt Van den Berg hier keurig vrij. Brengt die bal in het strafschopgebied. Wordt ingekopt door Engelsen. En tot hoekschop verwerkt door doelman Vermunt. Het eerste redelijk gevaarlijk moment hier in deze wedstrijd. En dat na een minuut of 12 spelen in de eerste helft. Zuidersma. Bal komt nu veel dieper op Van den Berg. Wordt ingekopt. Mogelijkheden nu voor Ruis. En dat verspeelt hij. Inderdaad een fraaie mogelijkheid voor de linksbuiten van FSC. Maar de stand blijft 0-0. Opnieuw ruimte daar op links voor middenvelder Titalij. Stekende paas op Ruis. Brengt die bal nu in het strafschopgebied. Zuidersma. En geblokkeerd door Van Toer. Opnieuw een hoekschop voor FSC. Het is nu Ruis die hoekschop neemt. Dat doet hij niet best. Struis. Patinama die positie kiest op het middenveld. Nog steeds Patinama. Maar daar heeft Gelman geen problemen mee. Ja, wil het duel wat aantrekkelijker worden, dan zullen beide teams toch iets meer tempo moeten brengen. In dit geval kan het Struis zijn. Korpot die mee opgaat, maar Struis blijft in balbezit en wordt daar neergelegd door Van den Berg. En de zoveelste overtreding. De beide partijen zijn al elkaar gewaagd. Zeker wat het maken van overtredingen betreft. Vrije schop voor Excelsior, genomen door Struis in de eerste helft. Bal diep in het strafschopgebied. Het is Korpot die keurig de lucht in gaat, maar dat scheelde maar enkele centimeters. Korpot kopte de bal naast. Zuidersma van de bal gezet en dat op een correcte manier door Van Toer. Terecht laat Mulder doorspelen. Van Toer met Bux, geblokkeerd door Bux. Nog steeds Van Toer, daar gaat hij heel mooi langs die verdediging. Wordt neergelegd en terecht. Terecht wijst Mulder hier naar de penaltystip. Het is vleugelverdediger Van Toer die door dat centrum heen ging. Hij werd neergelegd door Bux. En we krijgen na een minuut of 36 spelen in de eerste helft een penalty voor Excelsior. Discussie daar met Mulder tussen Gijlman, Van den Berg en
Fennings, maar Mulder blijft bij zijn beslissing. Excelsior krijgt hier een penalty mee dankzij die aanvallende actie van Van Toer. De man die de bal klaarlegt. Rug nummer 15, de linksbuiten van Excelsior. Oog in oog met Geilman, Plasmans. En hij kan Excelsior op een belangrijke 1-0 voorsprong brengen. En dat doet hij op een zeer fraaie manier. Het is hier na 37 minuten spelen in de eerste helft 1-0 voor Excelsior geworden. Ruis draait daar om Teil heen en krijgt een hoekschop mee. Een minuut of twee nog te spelen in de eerste helft bij de stand 1-0 voor Excelsior. Hoekschop voor FSC, snel genomen. Ruis brengt die bal daar in de voeten van Colombin. Die kan nu gaan schieten en wat een mogelijkheden hier voor FSC om op 1-1 te komen. Maar Engbergse verprust die kant. FSC vraagt nu om een penalty omdat Colombin werd neergelegd. Maar Mulder laat doorspelen. Ernst op rechts nu. Maar ook Excelsior kan hier niet profiteren van de ruimte die het nu krijgt. Struis. Het is Van Toer die om de bal roept. En Struis die dat hopeloos verkeerd doet. Zuidersma. Fennings. En het is hier gebeurd. Mulder trekt er geen tijd bij. En Excelsior en FSC gaan rusten bij een stand 1-0 in het voordeel van Excelsior. Balbezit. Plasmans en dat doet hij erg vrij. Passeert daar ook Van Dalen, passeert daar ook Hutting. Brengt die bal nu in de voeten van Waslander. Geen buitenspel, zeker niet. Het is Van Dalen die Plasmans neervlijt, maar terecht dat Mulder dit niet bestraft. Hutting nu in balbezit voor Fortuna. Het is uitstekend gespeeld van Van Dalen. Fennings, ver mee opgekomen. Struis, Patinama. En nu ruimte op links. Voor Van Toer, met Van Dalen voor zich. Wordt daar neergelegd door Van Dalen en Mulder. Ja, inderdaad. Grijpt naar de binnenzak. De gele kaart gaat omhoog. De eerste gele kaart hier in deze wedstrijd. In de eerste helft was het ook vrij hard. Toen hield Mulder de kaart in de zak. Maar de eerste gele kaart gaat naar Joop Van Dalen van Fortuna SC. Die Van Toer, de linksachter van Excelsior, iets te onheus bejegende. Een wissel bij Excelsior. Het is nummer 2 Damsma. Damsma erin, Struis eruit. Van Toer. Gaat weer alleen door en wordt nu neergelegd op Fennings. En een tweede gele kaart voor FSC. Mulder treedt nu duidelijk anders op dan in de eerste helft. Opnieuw geblokkeerd. Nu door Van Toer. En daar komt hij natuurlijk nooit meer uit. Nee, dat lukt hem niet. Waslander. Plasmans. Van Toer die daar Hutting vasthoudt. En ja, dat is toch ook eigenlijk een moment om een gele kaart te geven. Dat doet Mulder niet en bestraft het slechts met een vrije schop. Te weinig ruimte genomen, oordeelt Mulder. En Hutting mag de vrije trap overnemen. 9 meter moet Plasmans van die bal verwijderd zijn. Doet hij dat niet, dan loopt hij misschien tegen een gele kaart op. Mulder gemaakt hem nog achteruit te gaan. Hutting opnieuw via het hoofd van Plasmans. Joop van Dalen die verlengt. Roggeveen die weghaalt. Opnieuw Van Dalen. Nu kan Hutting inschieten. Dat doet hij erg knap en dit wordt een doelpunt. Het is 1-1. Een prachtig afstandsschot van Hutting. De bal werd niet goed geblokkeerd door Vermunt. En het is Engbersen, de aanvalspits van Fortuna SC, die de stand op 1-1 brengt. En dat na 10 minuten spelen in de tweede helft. Colomba. Terug Joop van Dalen. Geilman die om de bal roept. Dat is levensgevaarlijk wat hier gebeurt. Van den Berg verlengt die bal daarop rechts op Fennings. En plotseling komt Excelsior hier via Plasmans ingekopt daar. En gemist door invaller Damsma. Patinama met Titale. Damsma. Ruimte voor de invaller van Excelsior. En een prachtig schot en even stijlvol verwerkt door Geilman. Ernst. Geilman met Plasmans. Geilman won. Van Dalen, dat lost hij keurig op. En het is Ruis die mag gaan ingooien. Colomba, Van Dalen.
prachtige paas op Engbersen en daar misten ze allebei. En nu nog Zuidersma, maar die schiet net naast. Maar dit zijn toch wel momenten dat Fortuna liet zien dat het meer in huis heeft dan verdedigen alleen. Nou, daar krijgt Roggeveen alle tijd voor om die bal dood te maken. Damsma kan het verlengen, maar Fenning zit ertussen. En als FSC nu die ruimte gebruikt en tempo erin brengt, dan heeft het mogelijkheden. Zuidersma gaat daar handig langs Van de Munnik. Engbersen in het strafschopgebied, bal er helemaal overheen op Ruis. Brengt die bal opnieuw voor, Damsma kopt weg. En het zal Patinama zijn die de bal kan verlengen. Nee, opgevangen Titale. Ernst. Prachtige paas op Plasmans, onderschept door Van den Berg. Van Dalen met Plasmans. Obstructie was dat van Joop van Dalen. Mulder laat doorspelen. Plasmans keek boos naar Mulder, Hutting. Zoek naar medespelers en ziet alleen maar de weg terug. Van Dalen. Colomba die opkomt in het strafschopgebied, Hutting. Bal nu voor, nee, waagt het tot de schot en via de zijkant van de doelpaal, bal naast. Nou, dit moet een van de allerlaatste aanvalsacties worden van deze wedstrijd. Het is Mulder die al op zijn horloge kijkt. Het is Stijl die die bal daar in dat strafschopgebied brengt, richting strafschopgebied brengt. De armen van FSC gaan omhoog, scheidsrechter Mulder heeft afgefloten. Het is hier 1-1 gebleven. In de eerste helft een doelpunt uit een penalty door Plasmans, 1-0. En in de tweede helft Engbersen, 1-1. Eén ding is zeker, FSC bewijst FC Groningen hier een goede dienst. En op tweede Pinksterdag valt pas de beslissing wie promoveert, wie kampioen wordt, Excelsior of FC Groningen. Thank you.